Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ga vandaag aan de gang met free shapen. Dus wil jij weten wat free shape is, wat het inhoudt en hoe het werkt? Dan blijf zeker kijken. Nou, zoals ik al zei, we gaan vandaag aan de gang met free shapen. Free shapen ga ik eerst wat uitleg over geven, omdat dat best wel een hele andere manier van trainen is dan dat de meeste mensen gewend zijn. Free shape, dat is eigenlijk juist een shape. Een shape is natuurlijk een figuur. Shapen is dus eigenlijk een figuur vormgeven. En we hebben het in dit geval vooral over het vormgeven. En dat is niet zozeer van een figuur, maar wel van gedrag. En free shape is in vrijheid, dus vrij vormgeven. En hoe gaan we dan gedrag vormgeven? Nou, een paard laat je kont nu gedrag zien. Je vader laat nu ook gedrag zien. Je vader laat nu op dit moment gedrag zien wat ik liever niet heb, want hij wil weer aan mij gaan likken. Dat gedrag kan ik natuurlijk gaan shapen. Ik kan zeggen, ik wil graag dat jij me gaat likken. Dan kan ik dat gaan belonen. Ik kan ook zeggen, ik wil liever niet dat je me aan me gaat likken. En dan kan ik ervoor kiezen om te zeggen, van nou, op het moment dat hij wegkijkt, of met iets anders bezig is dan met aan mij zitten, kan ik zeggen, dan ga ik belonen. Nou, dit is eigenlijk al free shapen. Waar kunnen we free shape voor gebruiken? Ja, ga zoeken dan. Free shape kunnen we gebruiken. Eigenlijk in vrijheid dus, om dat wat wij graag willen zien, vaker te gaan zien. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn omdat ik mijn paard wil leren hinnik op commando. Maar dat kan ook zijn een paard die een mooi gekrulde nek maakt. Dat kan zijn een paard die bijvoorbeeld op stal staat te schrapen, waarvan ik eigenlijk wil dat hij niet schraapt. Dit is geen free shape, dit is gewoon correctie. Dus je kan eigenlijk van alles gaan shapen. En juist free shape kan ook heel goed werken bij gedrag wat je vervelend vindt. Dat je zegt van ik wil daar een nieuw gedrag overheen zetten. Belangrijk is wel, je moet daar wel ramconsequent in zijn. Maar je kan free shape ook als spelletje gebruiken. Je kan bijvoorbeeld een keer een pion neerzetten waarbij je paard gewoon mag gaan doen met de pion wat hij wil. En waarbij jij dus gaat zeggen van oké, dit vind ik leuk, daar beloon ik voor. Free shape kan dus met een vast omlijnd plan. Dus je kan denken van oké, ik wil dat hij die pion gaat oppakken. En een stukje meeneemt en dan ergens anders weer neerzet. Bijvoorbeeld dat hij hem van A naar B brengt. Of je kan zeggen, ik heb geen idee wat hij met die pion gaat doen. Ik ga gewoon afwachten wat hij aanbiedt. Wat bedenkt hij zelf om met die pion te doen. En dat ga ik belonen. Dus free shape kan verschillende kanten op. En voorbeelden waar free shape super fijn werkt, bijvoorbeeld met het leren hoofdlaag te houden. Een paard wat zijn hoofdlaag heeft, is eigenlijk al meteen ontspannen. Dus op het moment dat je je paard leert om zijn hoofd naar beneden te brengen en daar uiteindelijk een commando aan gaat hangen, kan je op een gegeven moment, als je paard in een situatie waar hij druk is, vragen, ontspan jezelf even door te zeggen, doe je hoofd maar naar beneden toe. Hoe doe je dat? Nou, je trekt eigenlijk gewoon een denkbeeldige lijn onder zijn neus hier. En dan ga ik eigenlijk gewoon wachten. Op het moment dat hij zijn neus onder die lijn brengt, ga ik belonen. Ja. Kijk, je ziet dat de vader nu gaat zoeken, wat bedoel ik dan? Ja. Dat is heel logisch, hè? Dat hij gaat zoeken in het repertoire wat hij heeft. Nu bracht hij zijn neus weer even onder mijn lijn, want die lijn die was daar. Daar kwam die neus even weer onder. Dan gaat hij een kusje geven. Hij gaat wel eens kijken wat er gebeurt. Hij gaat zijn hoofd opzij doet. Dat was weer onder de lijn. Nee, niet aan me zitten. Niet aan me zitten. Kijk, daar zat hij weer ruim onder de lijn. Je ziet nou dat hij begint na te denken, hè? Je ziet dat hij begint te denken van, hé, verrek. Ik krijg ergens voor beloond. Wat doe ik dan waarvoor ik beloond krijg? En dat vind ik het leuke van free shape. Dat je op een gegeven moment zo'n paard echt gaat zien nadenken. Van, oké, wat moet ik dan doen om die beloning te krijgen? Denken. Hé, denkt hij, zou dit echt zo werken? Eigenlijk wil ik graag nu het koekje. Ja, dat is dan jammer. Ik bescherm graag mijn eigen ruimte door mijn lijf te bewegen. Goed zo. Dus op het moment dat hij aan mij zit, kan ik gewoon een keer zeggen van, hé, blijf van me af. Kijk, en hij begint hem wat te begrijpen. Je ziet dat hij er al meer naartoe duikt. Hij zit minder aan me, hij zoekt het minder in andere dingen. Het is natuurlijk een paard dat al gewend is aan klikkertraining. Die is al gewend aan free shape. Die weet al veel langer dan vandaag dat er gedragingen zijn waar hij voor beloond kan worden.
Dus dat hij dit heel snel oppikt, is niet gek. Een paard die dit niet zo goed kent, zal hier langer over doen om dit te begrijpen. Als je het nou lastig vindt als hij aan je zit, kan je ervoor kiezen om met beschermd contact te werken. Dat je zegt van, we gaan deze doen achter een omheining. Maar je ziet dat jouw vader, omdat hij eigenlijk ook heel snel snapt dat hij dus iets moet doen om een beloning te krijgen. Dat hij dit eigenlijk heel snel oppakt en dus weinig meer aan me zit. Op het moment dat ik dus nu merk, kijk, je ziet nu dat hij eigenlijk vrij direct zijn neus naar beneden doet. Nou, dan kan ik zeggen, ik ga er een commando aan hangen. Op het moment dat ik zeg laag, moet hij mee naar beneden. Vanaf nu, als hij dus doet zonder dat ik heb gezegd laag, ga ik hem dus niet meer belonen. Dus nu beloon ik hem niet. Laag. Nu beloon ik hem wel. Want nu zei ik laag daarbij. Laag. Goed zo. Kijk, en ook hier zie je dat dit paard al gewend is aan dingen dus gaan doen op commando. Dus dat hij eigenlijk heel snel op mijn nieuwe commando reageert. Omdat hij natuurlijk al weet dat er een gedrag is wat nieuw is. Dus het moment waarop ik heel duidelijk een commando geef, denkt hij al, nou dan zal het dit wel zijn. Laag. Goed zo. Nou, je ziet dat dit eigenlijk al heel goed gaat. Het staat eigenlijk al gewoon op commando. Ik bedoel, op het moment dat ik laag zeg, gaat hij meteen met zijn neus naar beneden. Dan ga ik kijken of ik het kan verlengen. Laag. Goed zo. En dat doe ik dus heel bewust door zelf ook laag te blijven. Want dat commando hangt er nu al aan. Op het moment dat ik dit doe, laag. Hop, hop. Kijk, dit is allemaal niet meer wat ik wil, hè. Want nu is hij aan het bewegen, nu is hij aan het lopen. Doe hem gewoon nog eens een keertje. Even stap terug. Stap terug. Dat is iets anders dan terug, hè, jongeman. Ik weet wel dat je de terug het minst graag doet. Laag. Laag. Nee. Laag. Zo. Die vond ik mooi. Dus je ziet dat ik nu al best heel selectief word. Het is niet zo dat u nu voor iedere laag nog meteen beloond krijgt. Maar dat komt ook omdat dit paard dit al heel goed snapt en kan. Een paard die minder goed is in dit werk. Vado, serieus. Jij kan wel denken dat alles ja-knik is tegenwoordig. Ja-knik hebben we ook een heel duidelijk commando voor. Dus ik ben meteen wat selectiever. En ik ga dus al meteen minder belonen. Je zag dat ik in het begin iedere keer als hij met zijn neus naar beneden ging belonen. Nu zijn we al zover dat ik wil dat hij eigenlijk iets langer beneden blijft voordat ik hem beloon. Nu gaat hij voor zichzelf wat doen. Heeft hij ook wel zijn hoofd laag. Maar dit is niet meer op mijn commando. Dus beloon ik ook helemaal niet. En ik hoef dus ook niet te denken van, oh, nou ben ik het straks kwijt omdat ik dit nu niet beloon. Want hij snapt al best aardig dat hij het op commando kan doen. Dus ik ben niet zo bang dat ik het kwijt raak als ik een keer te weinig beloon. Laag. Want hij wil toch wel heel graag die beloning hebben. Dus de kans dat als ik dus even niet beloon, dat hij het dan daarna toch doet, is heel groot. Free shape lijkt eigenlijk misschien helemaal, als ik het zo doe met een paard die het zo goed kan, eenvoudig. Maar het is niet makkelijk, want je moet heel goed kijken. En vooral in het begin, een paard die dit nog niet zo makkelijk doet als hij, kan het echt heel veel geduld kosten. Want je moet er gewoon naar kijken en je moet iedere fractie van verschil meteen belonen. Ben je te laat, ben je drie keer te laat, dan snapt zo'n paard al niet meer waar het om gaat. Dus je timing is hier super belangrijk. Je moment, snel reageren en het zien. En geduld. En gewoon echt zeggen, oké, ik heb vandaag gewoon 5 uur de tijd. Het maakt me niet uit hoe lang het duurt. Op het moment dat jij het doet, dan beloon ik. Want als jij denkt van, ja shit, we zijn al 20 seconden aan het wachten en hij heeft het nog niet gedaan. Ja, dan gaat het je ook niet lukken. Dan gaat het niet lukken. We gaan nog even een andere free shape oefening doen. Daarvoor pak ik even 2 voerbakken. Die kunnen we ook wel leuk hier doen. Ik zal jou even bezighouden. Ik heb 2 voerbakken. En je vader en jou ook alle 2 kunnen supergoed die voerbak natuurlijk aan me teruggeven. Maar hoe leuk zou het zijn als ik ze kan leren om de voerbak, de ene, in de andere te zetten. Dit is niet handig wat je nou doet. Ik ging wat laten zien. Dankjewel. Dus de ene in de ander. Nou, dat is eigenlijk het doel. Dankjewel. Nou is het lastige natuurlijk hieraan dat je vado al geleerd heeft om de voerbak aan mij te geven.
En nu wil ik dus dat hij hem echt in de ander gaat zetten. Dus. Die oppakken levert niks meer op. Vado. Oh, en dit is natuurlijk best lastig, want dit is echt zijn favoriet. Dan doen we ze even erin. En het is natuurlijk hartstikke lekker om die voerbak nog een keertje extra uit te likken. Ja, los. Juist. Kijk, nu ga ik hem gewoon even belonen voor het oppakken van de rode emmer. Dus pakt hij de paarse, beloon ik niet. Pakt hij de rode, beloon ik wel. Oh, dat is helemaal heel behulpzaam. Jongens. Oh, ik zie echt nu al dat dit gewoon één groot drama wordt. Nou, je vader pakt nu mooi de rode. Goed zo. Dat was het idee. Jaap, niet doen, niet doen. Ja, ik vind je ook heel lief. Kom, even loslaten. Dat is het nadat je paard dus leert dat hij moet vasthouden totdat je klimt. Jaap, even niet. Even vader laten. Ja, dankjewel. Vader, let op. Ja. Oh, werkelijk. Dan zie je dat mij toebeweegt. Goed zo. Nou, bijna. Niet helemaal, maar dat vind ik nog niet zo erg. Dit was heel in de goede richting weer. Super. Dat is goed. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben hier wel alles een heel klein beetje mee aan het spelen geweest. Ja, je bent braaf, maar... Laat hem maar even staan. Even terug. Jouk, terug. Nee, terug. Je bent lief. Maar nu is even vader aan de beurt. Goed zo. Bijna. Goed zo, dat was goed. Dat was knap. Juist hoor. Ah, Jouk, je bent ook lief. Hoppakee. Het zo. Jouk, nee, laat hem nou staan alsjeblieft. Even niet doen. Je bent braaf. Kijk zo. Jouk. Vast. Nee, niet die. Niet die. Ja, los. Die vast. Goed zo, daarin. Juist, dat is goed. Nou, kortom, bij Free Shape is dus eigenlijk de bedoeling dat je zo min mogelijk doet. Dus eigenlijk geen druk uitoefent op je paard. En zo min mogelijk aanwijzingen. En dat je vooral door dus te klikken op het juiste moment met een goede timing je paard uitlegt wat de bedoeling is. Je kan het een beetje vergelijken met het warm-koud spelletje wat we vroeger deden op de basisschool. Waarbij mensen dus warm of koud riep als je de goede kant of de verkeerde kant op ging. Nou, dat is dit eigenlijk ook niet meer en niet minder. In de stal blijven. Pak hem nog maar een keertje. Ik hoop dat je dit een leuke en interessante video vond. Als je dat vond, dan vergeet niet, doe even een duimpje omhoog. En als je het nog niet gedaan hebt, dan zeker abonneren. Wij gaan hier nog even verder met de rondvliegende emmers. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Kom verder. Pak hem maar. Goed zo, en dan in deze. Bijna. Nee. Op. Die. Vast. Ja? Yeah?